Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk vanuit macro-perspectief, hè, dus als je kijkt op globale indicatoren, hoe heeft het Nederlandse zorgstelsel dan gepresteerd? Nou, wat we dus niet hebben gedaan, en dat wil ik vooraf eventjes duidelijk zeggen, we hebben dus niet naar micromechanismen gekeken, dus bijvoorbeeld de werking van prikkels, hè, dus dieper zeg maar, wat precies de mechanismen zijn. Daar hebben we niet naar gekeken, we hebben het echt zeg maar van een bird's eye view aangevlogen. Qua onderzoek, het onderzoek richt zich op het doelbereik eigenlijk van het zorgstelsel en met name de ZVW. En wat zijn de uitkomsten? En kunnen we die nog enigszins relateren aan de instituties? Maar niet, we hebben geen causale evidentie erover verzameld. Nou, wat zijn de drie doelen van de ZVW? Die ga ik eventjes langs, omdat wij daar bij de indicatoren nadrukkelijk op inzoomen. Dus we gaan voor alle drie de doelen van de ZVW gaan we indicatoren bekijken. De eerste is kwaliteit, de tweede toegankelijkheid en de derde betaalbaarheid. En bij kwaliteit gaan we met name kijken naar het ene laatste bolletje. Ik ga niet al die bolletjes aan de rechterzijde met u langs. Maar ik zal er een paar uitlichten. De ene laatste, dus betekenisvolle gezondheidswinst, dat is er eentje die we gaan operationaliseren dadelijk. Als we kijken naar de resultaten van het zorgstelsel. Bij toegankelijkheid zullen we onder andere kijken naar fysieke toegang. Dat is het laatste bolletje in de lijst. Maar ook naar wachttijden en wachtlijsten, het derde bolletje. Daar zullen we een indicator voor pakken en deze vergelijken met andere landen. En als laatste betaalbaarheid, daar zullen we naar kijken door bijvoorbeeld de zorguitgaven in Nederland te relateren aan de BBP-groei. Dus hoe verhoudt de groei van de zorguitgaven zich tot de groei van de economie? Dat is wel indicatief voor hoe betaalbaar de zorg is op langere termijn in Nederland. Eventjes vanuit de theorie. En dan kom ik gelijk eigenlijk op wat ik zelf het mooiste plaatje vind uit het rapport. En ik vond hem eigenlijk ook wel een beetje verrassend, zeg maar. Ik heb lang bij het Centraal Planbureau gewerkt in Den Haag. En ja, de geluiden die je daar toch altijd hoort om je heen is van, nou, die zorguitgaven die blijven maar doorstijgen. Het wordt ook wel eens het koekoeksjong in het begrotingsnest genoemd. De zorguitgaven die eten als het ware de andere uitgaven op. Maar als je naar dit plaatje kijkt, dan, als je er goed naar kijkt althans, dan zie je dat de ZVW-uitgaven eigenlijk niet stijgen ten opzichte van het BBP. Er is wel een, als je er zo naar kijkt, dan zie je wel een stijging van 4,4% naar 5,7% van het BBP over de tijd. Maar die is verklaarbaar doordat er op een aantal momenten in de tijd een verschuiving is geweest. Een budgetoverheveling vanuit de AVBZ naar de ZVW. En dat is op drie momenten in de tijd geweest. En eigenlijk verklaren die overhevelingen de hele groei. En dan is er nog één aspect, hè, wat ik ook nog even moet noemen. Dat is natuurlijk de kredietcrisis 2008-2009. Omdat we hier de ZVW-uitgaven afzetten tegen nationaal inkomen, is er een noemereffect geweest. En toen zakte het BBP in 2009... En omdat de zorguitgaven niet even hard meedaalden, betekent dat de zorguitgaven als percentage van het BBP zijn gestegen. Nou, dat effect wil even tussen haakjes plaatsen. En dan zie je dus dat de groei eigenlijk helemaal verklaard kan worden door die AVBZ-overhevelingen. En dat is best wel opmerkelijk te noemen, want er zijn natuurlijk verschillende drijvers die de zorguitgaven structureel doen verhogen. De vergrijzing is natuurlijk een bekende. Ook technologische vooruitgang wordt vaak genoemd. Er is steeds meer mogelijk medisch gezien. En de loonstijging in de zorg worden ook wel genoemd als drijver voor steeds hogere zorguitgaven. Dus je zou op basis van die theoretische mechanismen verwachten dat er een groei van de zorguitgaven zou plaatsvinden ten opzichte van het BBP, maar dat zien we dus niet. Dus dat betekent dat die structurele effecten op de een of andere manier geneutraliseerd worden door ons zorgstelsel. En dus hoe dat precies gebeurt, dat hebben we niet geïdentificeerd in deze studie.
Maar we kunnen wel constateren dat het zorgstelsel effectief is, in dit geval de ZVW, effectief is in het beheersen van de kosten. Maar ik noemde al even het vergrijzingseffect, daar wil ik iets dieper op ingaan. We zien dat er een steeds groter aandeel van de ZVW-uitgaven gaat naar ouderen. 65-plussers in dit geval. We hebben nog ouderwets de knip bij 65 gelegd, wat vroeger de AOW-leeftijd was. Maar het maakt niet zoveel uit waar je hem legt, hè. Maar het is een beetje arbitrair, maar in ieder geval, het geeft wel het beeld dat de vergrijzing een effect heeft op de ZVW-uitgaven. En dat zit hem ten eerste in het aandeel 65-plussers, dat zie je in het middelste plaatje. Dat aandeel dat neemt geleidelijk aan toe over de tijd. We hebben hier maar een window van 7 jaar, waarin het al 3% punt toeneemt, het aandeel. Maar over een langere periode gaat het om nog veel substantiëlere toenames. Dus dat hakt er budgetair echt wel in. Dan heb je het al gauw over honderden miljoenen. Ja, nou, als ik tussendoor even iets mag vragen. Ja. Als je dan kijkt naar de conclusie van net, dat over het algemeen de kosten niet harder stijgen dan de economische groei, dan betekent dat dus dat die extra kosten van de vergrijzing ergens anders zijn opgevangen. Juist. Ja, dus die inderdaad, dat is een belangrijke conclusie. De vergrijzing zorgt voor hogere uitgaven van de ZVW in zichzelf. Alleen die worden ergens anders in het stelsel gecompenseerd. In het rechterplaatje zie je dat de uitgaven aan een doorsnee 65-plusser aanzienlijk hoger zijn dan een doorsnee 65-minner. En er zit wel een factor 3 ongeveer tussen. We zien dat rond 2015 er nog een verhoging is geweest van dat bedrag. En dat heeft alles te maken met de wijkverpleging die toen is overgeheveld. En dus er zit ook nog een stukje beleid in. Maar goed, dit plaatje laat dus zien dat er een belangrijk vergrijzingseffect is. Dat in principe de kosten van de ZVW doet verhogen. Oh. Even kijken hoor. Ja. Dan kom ik bij het volgende plaatje. Eventjes als wetenschapper toch nog eventjes de disclaimer maken. We hebben natuurlijk gefocust op een aantal belangrijke indicatoren, maar dat geeft natuurlijk niet een compleet beeld. Dus we hebben denk ik wel de belangrijkste indicatoren te pakken voor kwaliteit en toegankelijkheid. Maar er zijn natuurlijk ook andere indicatoren belangrijk. Dus die wil ik eventjes als disclaimer meegeven. Toch, als je kijkt naar deze belangrijke, essentiële indicatoren, dan zie je dat Nederland gewoon goed presteert op kwaliteit en zelfs top presteert op toegankelijkheid, als je het vergelijkt met andere landen. We hebben hier een rangorde weergegeven van 26 Europese landen. En dan zie je in de twee linker plaatjes, die gaan over de kwaliteit van de zorg, dat Nederland vergelijkbaar presteert met Frankrijk en beter presteert dan Duitsland en Denemarken. En overal is het bovengemiddeld te noemen. En we hebben daarbij specifiek gekeken naar het aantal te voorkomen sterfgevallen en de levensverwachting bij geboorte. Dat zijn de twee variabelen die we voor kwaliteit nemen. En als we kijken naar toegankelijkheid, dat is een samengestelde indicator. Die kijkt zowel naar reisafstand, wachttijden voor de zorg, maar ook naar de betaalbaarheid voor individuen, voor huishoudens. Dan zit Nederland echt in de top. Dus alleen Zwitserland staat daar nog boven. Maar in Nederland is de zorg dus heel toegankelijk, internationaal gezien. Mag ik vragen wat de definitie is, zeg maar, voor toegankelijkheid van de zorg? Door welke bril hebben jullie gekeken naar dat begrip? Nou, we hebben daar niet zelf data voor verzameld. We hebben ons gebaseerd op een indicator die is samengesteld door de OESO. De organisatie van westerse economieën en ook Eurostat data. Dus we hebben daar zelf geen gegevens voor verzameld, maar ons gebaseerd op internationale gestandardiseerde data. Oké, mogen we nog heel veel, want er is een vraag in de chat gesteld over de slide die hiervoor was. Over de ontwikkeling van de kosten voor ouderen. En de vraag van Jan van Brero is of het middelste plaatje nou inderdaad zegt dat 81% van de zorgkosten
ja, zeg maar, wordt veroorzaakt door mensen die ouder dan 65 zijn? Of leest hij dat verkeerd? Nee. Het linker plaatje geeft de uitgaven naar leeftijd weer. Mm-hmm. En het middelste plaatje geeft het aandeel in de bevolking weer. Dus 81% van de populatie is 65 min. Dus dat is een grote meerderheid. Maar 56% van het budget gaat naar die groep. Er gaat naar verhouding veel meer geld naar 65-plussers. Ja, duidelijk. Bedankt. Dan kom ik weer op het budgettaire verhaal. Dus ik had in het begin al die grafiek met die budgettaire overhevelingen. Er ligt er nog even Denemarken eruit, omdat Denemarken vaak genoemd wordt in de beleidsdiscussies. De centrale rol van de overheid in Denemarken. De regionale organisatie worden vaak genoemd. Sommige mensen zijn er ook echt fan van. En menen dat Denemarken het beter doet dan Nederland. Nou, we zagen al op de indicatoren voor kwaliteit en toegankelijkheid dat dat niet het geval is. Daar presteert Nederland beter dan Denemarken. En nu kijken we ook even naar de budgettaire kant van het verhaal. En dat geeft toch ook weer een nieuw inzicht. We zien dat overal dat Nederland en Denemarken een beetje om elkaar heen bewegen door de tijd heen. En dat ontloopt elkaar niet zoveel. Maar de laatste jaren zien we wel dat Nederland beter presteert dan Denemarken. Nederland stijgt als het ware op de ranglijst van betaalbaarheid. Hoe lager je in de ranglijst terechtkomt, hoe goedkoper je zorgstelsel is. Dus je wil in deze ranglijst zo laag mogelijk eindigen. Zonder toezegging op de kwaliteit en toegankelijkheid te doen, uiteraard. Maar Nederland presteert hier dus beter dan Denemarken in recente jaren. Maar dat is het overal verhaal. Als je wat dieper gaat kijken naar de curatieve zorg en de langdurige zorg, dan zie je daar wel belangrijke verschillen. Op de curatieve zorg heeft Nederland een relatief goedkoop stelsel. Een stuk goedkoper dan Denemarken zelfs. En iets beneden het gemiddelde van de 26 Europese landen. Als je kijkt naar de langdurige zorg, dan zie je dat we echt een duur systeem hebben. Denemarken heeft ook een vrij duur systeem, maar Nederland heeft zelfs een nog duurder systeem. Dus daar zien we echt een belangrijk verschil in Nederland als je dat internationaal benchmarkt. Dus de langdurige zorg is duur, de curatieve zorg in Nederland is relatief goedkoop. Met desondanks goede uitkomsten op de kwaliteit en de toegankelijkheid. Ja, nou bestaat de zorg, langdurige zorg, eigenlijk uit drie componenten. Hè. De zorg voor ouderen, maar ook voor mensen die een levenslange aandoening hebben en voor de GGZ. Maar het aandeel in de totale kosten van langdurige zorg, die is denk ik grotendeels voor de oudere zorg, of niet? Dat zou ik zo niet uit mijn hoofd weten. Oké. Die hebben wij voor dit rapport niet onderzocht. Ik weet wel dat in de totale zorgkosten is de ZVW natuurlijk de grootste. Maar wat binnen de langdurige zorg de onderverdeling is, heb ik niet bedacht. Ik denk, gezegd wel. Iets anders over, we hebben het over de totale kosten in een land voor de zorg. Het is interessant om daarbij te weten wat jullie precies meerekenen en niet. Gerrit van het Veen die vraagt of de eigen betalingen die mensen hebben, dus het eigen risico dat ze betalen, heeft wel eigen bijdrage voor bijvoorbeeld medicijnen of bepaalde behandelingen en zorg, of hulpmiddelen, of jullie die ook rekenen tot die kosten voor zorg, of niet? Dat is wel een tricky vraag. Het enige wat ik kan zeggen is dat de OESO de gegevens standaardiseert, hè, dus het wordt in ieder geval consistent gemaakt over verschillende landen. En dit zijn natuurlijk altijd lastige dingen. Omdat je in landen natuurlijk allemaal weer verschillende manieren van eigen betaling, eigen risico hebt. Als wij al zijn. Ik zou niet durven zeggen hoe dat precies is meegerekend. Ik weet alleen wel dat de vergelijking consistent is gemaakt tussen de landen. Ja. Nou, laten we afspreken dat we die gewoon even opzoeken buiten dit webinar. En dat laten we dan in een voetnoot bij de terugkoppeling nog even weten. Ja. Dan kom ik op de belangrijkste conclusies van het rapport.
Nou, de kwaliteit van de Nederlandse zorg kunnen we hoog noemen, bovengemiddeld. Het aantal sterfgevallen, het vermijdbare sterfgevallen, is laag vergeleken met andere landen. De levensverwachting is hoog. Nou, de toegankelijkheid, daarin scoort Nederland zelfs top. Er zijn weinig drempels, de reisafstand en wachttijden en ook de financiële toegankelijkheid in Nederland zijn gemiddeld beter dan in andere landen. Nou, de betaalbaarheid, we noemden al de langdurige zorg, die is duur. Curatieve zorg is iets beneden het gemiddelde, zeg maar. En we zagen in het eerste plaatje dat de verhouding tussen de ZVW-uitgaven en de BBP-groei ongeveer constant is. Dus als je corrigeert voor die overhevelingen vanuit de AWBZ destijds, dan is er zelfs sprake van een lichte daling. En dat betekent dat het vergrijzingseffect, maar ook de technologische ontwikkeling en de loonkosten, die in principe zorgen voor een structurele groei van de zorguitgaven, ook ten opzichte van BBP, dat die groei feitelijk wordt geneutraliseerd door het zorgstelsel wat we hebben. Dus dat betekent dat wij een relatief goed presterend zorgstelsel hebben in Nederland, in vergelijking met andere landen. We hebben in dit rapport natuurlijk gekeken naar de hoofdlijnen. Dus als je overal kijkt naar de macro-uitkomsten, dan ziet dat er heel goed uit. Als je wat dieper kijkt, dan ligt er natuurlijk altijd iets genuanceerder. Dan kun je onderdelen aanwijzen waar Nederland heel goed op presteert en andere onderdelen waar misschien verbeteringen mogelijk zijn. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is om die verbeteringen te blijven zoeken. Want die opwaartse druk op de kosten, die blijft natuurlijk. De uitdaging om de kwaliteit en de toegankelijkheid hoog te houden, die blijft ook. Dus ik denk dat innovatie binnen het stelsel zoals we dat kennen, essentieel is. Maar ik denk dat het stelsel zoals we dat hebben een heel goed uitgangspunt is. Dus ik denk dat Nederland de basis heel goed georganiseerd heeft. De uitdaging naar de toekomst toe is om daarbinnen steeds verder naar verbeteringen te zoeken. Ja, een interessante vraag die bij me opkomt is of jullie zicht hebben op welke instrumenten binnen de zorgverzekeringswet nu met name zorgen voor die beheersing van de kosten. Kun je daar nog iets over zeggen? Kijk, concurrentie geeft natuurlijk prikkels. En er is ook wel wat onderzoek naar gedaan door DNB onder andere. Die hebben gekeken naar wat er door concurrentie tussen zorgverzekeraars allemaal aan efficiëntie is gewonnen. En komen daarbij op hoge bedragen uit, in de honderden miljoenen. Dus concurrentie kan zeker een rol spelen. Het is altijd natuurlijk in de zorg. Het is niet echte marktwerking, om het zo te zeggen. Het is altijd een mix natuurlijk van markt en overheid, zeg maar. Semi-publiek wordt het ook wel genoemd. De hoofdlijnenakkoorden worden ook wel genoemd in dit verband. Er is nog niet echt keihard bewijs voor dat de hoofdlijnakkoorden hebben geleid tot een daling van de kosten. Maar daar zijn wel aanwijzingen voor. Dit zijn in ieder geval twee belangrijke mogelijke oorzaken van onze bevinding. Ja, en die hoofdlijnakkoorden zijn natuurlijk eigenlijk vooral een extra stok achter de deur om je echt te houden aan het doel van de wet. Hè? Dus wat de spelers daarbinnen doen, dat is het echte werk, denk ik dan. Ja. Oké, er zijn een paar vragen gesteld in de chat. Een korte vraag misschien van Inna van Eck, die vraagt waarom er niet ook een vergelijking met België is gemaakt. Omdat het misschien wel veel vergelijkbaarder is. Het is ook dichterbij. Ja. Maar misschien is het niet zo makkelijk. België zit wel in de vergelijking. Hè? Dus we hebben al die landen. Hier zitten eigenlijk 26 lijntjes onder. Alleen bij de argumentenfabriek willen we graag alles helder presenteren. Dat is een beetje het handelsmerk en met 26 lijntjes wordt het niet meer te lezen. Maar we hadden inderdaad ook België kunnen kiezen en we kunnen ook nazoeken hoe dat zich tot Nederland verhoudt in de loop van de tijd. Mm-hmm. Maar we hebben deze selectie van landen gemaakt omdat we dachten dat Duitsland, Frankrijk, twee grote buurlanden,
zijn interessant. In Denemarken wordt vaak een beleidsdebat genoemd. Dus daarom hebben we deze geselecteerd. Maar de vergelijking met België zit hier ook wel degelijk onder. Ja, oké, helder. Ik vroeg me nog af, want eigenlijk parallel aan de presentatie van het rapport vandaag is er ook een artikel van jullie hand, hè, samen met onze directeur Strategie en Innovatie verschenen in Economische Statistische Berichten. Heeft dat eigenlijk nog tot reacties van vakgenoten geleid? Ja, kijk, ESB heeft het vandaag online gepubliceerd, maar het komt pas in de volgende editie, die wordt gedistribueerd. Dus ik denk dat er nog wel een staartje komt met meer aandacht voor ons artikel. Ik zag wel dat de variant er is. Sorry? Ja. Als de gedrukte variant er is, ja. Exact, exact. Ja, want vandaag was er ook dus een enquête onder economen over het coronabeleid. Dan zie je, ja, dat is natuurlijk een echte blikvanger. Ja. Dus ik denk dat wij in tweede instantie meer discussie gaan lostrekken. Maar ik zag al wel wat reactie van zorgeconomen inderdaad. Kijk, er is altijd discussie natuurlijk van in hoeverre is het stelsel van belang voor de uitkomsten. En gaat het er niet meer om hoe je binnen je stelsel te werk gaat? Hè? Dus kijk, ik denk dat het stelsel in Nederland wel degelijk een goede uitgangspositie geeft. Hè? De resultaten geven daar wel sterke suggesties voor. Maar dan nog moet je niet uiteraard op je lauweren gaan rusten. Het is niet een voldoende voorwaarde om tot goede uitkomsten te komen. Ik denk, gegeven je stelsel moet je nog steeds goed je best doen om tot betere uitkomsten te komen. Ja, duidelijk. Een interessante vraag die gesteld wordt door Jan Kramer. Welkom trouwens. Die vraagt zich af of het feit dat er in Nederland een vrij stevig en uitgebreid stelsel van langdurige zorg is, of dat niet ook een verklaring kan zijn dat de kosten voor de curatieve zorg, dus de kosten die bij de zorgverzekeringswet zelf terechtkomen, relatief laag zijn in vergelijking met andere landen. Ja, dat valt denk ik niet helemaal uit te sluiten dat zo is. Dat is iets wat je empirisch zou moeten toetsen. Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gezien, maar ja, het valt op voorhand niet uit te sluiten dat een rol speelt. Ja, oké. Okay, nou, dat is een interessante gedachte. Ja. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Maar daar komen we straks sowieso ook op de toekomst van de ouderenzorg zeker nog op terug. Jeen van Heijen die heeft nog een vraag gesteld over de vraag wat dit nu betekent voor het beleid in de toekomst. Waar zou nog winst te halen zijn als het gaat over de beheersing van kosten, maar ook over behoud van kwaliteit en toegankelijkheid? Ja, ik denk zelf dat dat stelseldiscussies, hè, er zijn soms politieke partijen die naar een ander stelsel willen. Ik denk dat je daar niet te veel van moet verwachten. Of niet veel van moet verwachten. Ik denk wel dat je binnen het stelsel moet zoeken naar manieren om in ieder geval geen onnodige kosten te maken. Hè. Dus zorguitgaven die niet renderen hè, in termen van levensverwachting of geluk. Of nou, je kan allerlei uitkomsten bedenken. Die moet je denk ik niet doen. Dat soort uitgaven. En ik zeg niet dat dat nu op grote schaal gebeurt. Maar je kunt in ieder geval wel scherp hiernaar kijken. En innovatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dus proberen om met minder middelen minstens even goede uitkomsten te realiseren. Dat blijft een doel, denk ik. Ja. Nou, dat is eigenlijk een fantastisch bruggetje naar de volgende twee gasten die ik al een beetje heb aangekondigd. Ik denk dat we, misschien wil je een presentatie van het scherm halen. Als het nodig is, kunnen we altijd nog terugkomen bij de slides. Oh, ja. Ik wil eigenlijk Mario Vissers introduceren, divisievoorzitter zorg van VGZ. En trouwens iedereen even, de overige mensen even vragen om hun microfoon uit te zetten. Want ik hoor iemand anders welkom heet, maar dat is wel gestoord. Kunt u niet even verschijnen? Ik was bezig met te introduceren Mario Vissers, divisievoorzitter zorg bij VGZ. Welkom, dag Mario. En ik wilde eigenlijk ook Michiel van Roosendaal vragen.
Goedenavond, Michiel van Roosendaal is RVB-voorzitter van de Rivas Zorggroep uit Gorkum. En jullie zijn samen een beetje, in ieder geval in dit webinar, de gezichten van de beweging van zinnige zorg, waar coöperaties VGZ samen met een aantal zorginstellingen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor verpleging en verzorging aan werkt. En dat is ik vind dit een heel mooi bruggetje vanuit de opmerking van Daniel van Vuren net, die zei, langs de weg van de innovatie en kritisch kijken naar de zorg is waarschijnlijk nog wel winst te behalen. Dus ik vroeg me af, Mario, of je dat als een extra aansporing ziet voor het werk wat jullie doen. Ja, ik denk dat we heel weinig aansporing nodig hebben. Ook als ik kijk naar Michiel. Ik denk wel dat Daniel gelijk heeft. Kijk, het stelsel biedt heel veel handvaten om via innovatie, maar ook via het echt op een andere manier kijken naar hoe kun je nou zorg beter aan laten sluiten bij patiënten en individuele contexten van patiënten. En dan ook iets doen tegelijkertijd aan de kosten, maar ook aan de inzet van personeel, hè, waarvan we allemaal weten dat in de komende jaren echt een probleem gaat geven. Het zou gek zijn als wij daar als partijen in de zorg een aansporing voor nodig hadden. Maar we hebben in ieder geval een stelsel, zo concludeer ik dan toch maar, wat in ieder geval de ruimte biedt om dit wel met elkaar te doen. En ook heeft bewezen in de afgelopen jaren dat het in staat is om grote overhevelingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van demografie en innovatie op te vangen. Dus we hebben de context waarin het kan. We hebben de urgentie vanwege kosten, maar vooral ook vanwege personele capaciteit. Dan hebben we geen aansporing meer nodig. Kijk, wat ik wel het mooie vind aan dit rapport, hè, wij zeggen wel eens tegen elkaar, het historische perspectief, het historisch besef lijkt altijd een beetje van een korte termijn te zijn. Hè. Dus het is af en toe ook gewoon fijn om eens even terug te kijken. Zeggen, wat heeft het nou gebracht? En de timing zo vlak voor het moment van de verkiezingen, waarin iedereen toch nadenkt over, ja, misschien wel het belangrijkste onderwerp van de komende jaren. Hoe gaan we dat doen met elkaar in de zorg? Terwijl we net halverwege of aan het einde of aan het begin, dat weten we niet precies, van de coronacrisis zitten. Dan is het echt belangrijk om te zien, hebben we nou de context voor elkaar om te innoveren en om het met elkaar beter te doen? Ja, daar zie je gewoon heel veel aanknopingspunten. En nou, wat hebben wij dan specifiek? En dan specifiek wij samen bijvoorbeeld met Rivas of met Bernhoven. Maar er zijn inmiddels zo'n 15 andere partijen. Ook binnen de GGZ, bijvoorbeeld met Vincent van Gogh. Hebben we echt proberen te ontdekken. Hoe kunnen we de zorg nou voor die patiënt beter maken? En tegelijkertijd werken aan kosten en toegankelijkheid. En we merken dat we met elkaar in staat zijn in dit stelsel, via koplopers die echt bereid zijn om hun nek uit te steken en het echt eens anders te doen, dingen voor elkaar te krijgen. Nou, wat dan het rapport denk ik ook wel mooi laat zien, wisten wij al een beetje, maar niet onbelangrijk, dat we vanuit die langdurige zorg ook moeten kijken, wat kunnen we nou leren van die ZVW? Want daar hebben we een sterk regionale inrichting, die ook sterk centraal gestuurd is. In de ZVW hebben we echt een ander soort aansturings- en marktmodel. En wat kunnen we van elkaar leren? Zijn we in staat om die innovaties ook aan te jagen en voor elkaar te krijgen in de langdurige zorg? Want dat is gewoon belangrijk. En daar zien we ook al echt voorbeelden in de praktijk. Hoe we bijvoorbeeld, als ik denk aan een netwerk rondom dementie in Den Bosch, hoe we aan de slag kunnen met het demedicaliseren, die dingen die we anders misschien gewoon echt in een zorginstelling zouden proberen op te lossen. En kunnen zien hoe we in de context van patiënten samen kunnen zorgen dat zorg op maat wordt gerealiseerd. En soms ook zorg misschien eigenlijk veel meer welzijn is. En je vanuit die welzijnscomponent veel betere zorg kan leveren uiteindelijk. Dus ingrediënten zijn er. Ideeën zijn er volgens mij genoeg in het veld. En het stelsel zit ons niet in de weg. Sterker nog, het laat zien dat het dit soort ook lastige ontwikkelingen kan opvangen. Ja. Dan ga ik even naar Michiel van Roosendaal, die ook lid is van het netwerk Zinnige Zorgen, van die instellingen waar ik het net al over had, waar jij het ook over had, Mario. Zien jullie het stelsel als inspirerend of ruimte voldoende om de dingen te doen die jullie zouden willen doen? Of zitten er ook knellende zaken in?
Nou, ik zou wel, goedenavond, ik zou wel een hele saaie baan hebben als ik een stelsel inspirerend zou gaan noemen. Dat is het per definitie niet, hè. Het moet vooral faciliterend en ondersteunend zijn. Volgens mij doen wij het voor onze patiënten en inwoners in onze regio. En dat is onze inspiratie. Even in het algemeen, hè, en dat is ook het linken van zo'n analyse van de argumentenfabriek. Dan heb ik altijd enorm de neiging om allerlei vragen te stellen en er ook wel iets van te vinden. Maar volgens mij gaat het hier over de hoofdlijn. Hè? Hoewel ik wel nog iets beter zou willen begrijpen. Wat is nou een correlatie? Wat is nou een kausaal verband? Hè? Dus we maken nu de vergelijking met 13 jaar. Omdat we toen toevallig een nieuw stelsel deden. Maar er zijn in de loop der jaren toch veel meer dingen hebben anders gedaan. En wat was nou echt de crux ten aanzien van de beweging die we met elkaar gemaakt hebben? Ontegenzeggelijk hebben wij bewezen samen met VGZ. Hè? Het is altijd spannend om jezelf koploper te noemen. Maar gelukkig gaat het dan meestal over mijn voorgangers of andere collega's in het huis. Dat we geen stelselwijziging nodig hadden om dingen te doen die goed waren. Bernhoven. En wij hebben dat bewezen. En Mario noemde ook al een aantal andere instellingen die daar ook druk mee bezig zijn. En het gaat ons natuurlijk niet alleen maar... Dat is wat gekke in mijn baan, hè, zeg ik altijd. Ik heb twee petten op. Hè. Ik kan heel goed met Mario ontzettend hard onderhandelen over mijn budget voor volgend jaar. Hè. Omdat ik daar ook gewoon een normale marge moet kunnen halen om ervoor te zorgen dat ik kan blijven investeren. En tegelijkertijd voelen wij ons als bestuurders en zeker in het zinnige zorgnetwerk ook verantwoordelijk voor het teugelen van de kosten naar de toekomst toe. Omdat het ook betaalbaar moet blijven voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dus dat samenspel maakt het ook wel erg leuk en erg interessant. En ja, denk ik dus dat je geen stelselwijziging nodig hebt om door te gaan. Maar wel één, als ik toch kijk waar de innovatie van de afgelopen periode lag. Dat lag heel erg tussen ons en goed samenwerken met de huisartsen en met de specialisten. En goed nadenken wat nou echt zinnige zorg is. En dat was eigenlijk een beweging binnen één stelsel, namelijk het stelsel van de ZVW. Als je nu verder weer wil doorontwikkelen en bijvoorbeeld ook de enorme stijging van de kosten in de WLZ, waar Jan terecht van zei, zou dat niet ook gedeeltelijk eigenlijk ZVW moeten zijn? Hè? Wij hebben van de commissie Bos ook gezegd, weet je, zou je nou die VPT en die MPT, hè, dus die WLZ in de thuissituatie, zou je dat niet toch gedeeltelijk in de eenvoud moeten overhevelen naar de ZVW? Dat is één ding. Maar ook aan de andere kant, wij hebben echt wel de visie, als je verder weer wil doorontwikkelen in onze regio, dan hebben we andere partijen nodig, zoals bijvoorbeeld veel meer de gemeente, in het kader van preventie en positieve gezondheid, de welzijnskant. En hoe betrek je die dan in deze beweging? En ik weet gewoon nog niet, want we zitten nog niet zo erg lang echt weer goed met elkaar aan tafel, of je dan niet toch ook tegen grenzen van het stelsel gaat aanlopen. Want als je meer wil investeren in preventie, weet je, dan zit daar kosten. En waar zit dan de besparing uiteindelijk aan de andere kant? Dus ik geloof heus wel dat we nog een keer tegen de grenzen van het stelsel aan zullen lopen. Maar de vraag is dan, gaan we heel veel energie stoppen om het stelsel te wijzigen? Of gaan we weer een soort nieuwe pilot ergens doen om het met elkaar gewoon te organiseren en te proberen? En om van daaruit te doorontwikkelen. En mijn visie is wel, houdt wel een beetje pragmatisch. Want iemand die hier ook aan tafel zit, die zegt, dus maak het breed en er gebeurt iets. Niet. Dus houd ook wel, probeer pragmatisch te houden. Ja. Ik ken het als een rijmpje inderdaad, maar dat mag iedereen zelf invullen. Ja, maar wat grappig is, mag ik even, nog even daarop reageren? Want ik ben het wel heel erg met Michiel eens dat we moeten blijven zoeken naar de grenzen van waar het dan niet kan. Hè. We merken echt dat ook in die samenwerking met het sociaal domein en het daadwerkelijk zoeken van partnerships met de gemeente. Wij proberen dat nu in Den Bosch. Als je met goede voorstellen komt, hè, die echt gericht zijn op betere zorg rondom die patiënt heen, zo dicht mogelijk bij huis, liefst ook nog in de context van die patiënt. Want de patiënt wil helemaal niet per se gemedicaliseerd worden. Dan is er gewoon heel veel mogelijk, ook met de gemeente. En daar kom je pas achter als je het gaat proberen. Daar kom je niet achter als je heel lang debatteert over stelselwijzigingen. Daar ben je vooral binnenkamers druk. En dat kost ook heel veel tijd. Dus ik ben altijd wel voor, laten we het gewoon doen. En dan zien we wel of iemand ons op de vingers tikt. Ja, er is een boel pragmatisme in ieder geval. Ook in de reactie op de cijfers in dit gesprek. Dat is mooi om te horen. Ik vroeg me, en dat is ook nog een vraag aan Michiel van Roosendaal. Nog wel af, we zien nu dus in het stelsel. Laten we het even beperken nu tot de zorgverzekeringswet en de organisaties die daar zorg leveren. Dat een deel van hen echt de ruimte opzoekt om te innoveren. Maar een deel doet dat ook niet. Dat is misschien een beetje een rare vraag aan jullie, maar hoe kijken jullie tegen instellingen die daarin wat terughoudender zijn en niet meedoen, niet mee lijken te doen in het zoeken naar optimalisering binnen de grenzen die er zijn? Nou ja, weet je,
ik vind het wat lastig om een oordeel daarover te hebben. Volgens mij wil ik graag uitleggen waarom het bij ons wel gelukt is. Mm-hmm. Dan is het aan de anderen om een oordeel te hebben om te kijken welke elementen je dan zou moeten toepassen om andere huizen wel mee te krijgen. Het is wel bijzonder, maar ik weet niet of dat zo is. Weet je, dat als je kijkt naar Bernhoven en Rivas, dat zijn relatief kleine organisaties, goed ingebed in de regio, met echt een regionale functie. Volgens mij zijn dat wel eens, ja, en dat is natuurlijk veel te kort door de bocht, maar misschien zijn dat wel twee criteria die je nodig hebt om een eerste start te maken. Ontegenzeggelijk heb je een partner nodig die dat met je durft en wil te doen. Hè? Dus met VGZ hebben we het samen opgepakt. Vanuit de visie dat wij het als ziekenhuis ook in het kader van complexe, er wordt steeds meer gespecialiseerd en je moet steeds meer aantallen halen om het vak nog te kunnen doen. Wij zagen dat wij als ziekenhuis in de regio natuurlijk eigenlijk steeds kleiner werden. En ook echt ons zorg hadden over de continuïteit van ons bestaansrecht in de regio. En wij merkten in de oude manier van contracteren, als je kleiner wordt, is je normale neiging om meer te gaan doen. Hè? Dus dan ga je gewoon meer zorg leveren. En waarbij de vraag is het nou zinnig? En met VGZ hè, zijn we toen het gesprek aangegaan, kunnen we nou dit niet op een andere manier doen? Nou, toen kregen wij in een proeftuinomgeving een relatief veilige afspraak. Hè? En ik zal later nog eens uitleggen, niet nu hier, maar waarom ik het woord relatief gebruik. Maar we kregen een langjarige afspraak om met elkaar te ontdekken. En de grootste crux was, en dat is alle respect aan de leiders van de specialisten, medisch specialisten bij ons in het ziekenhuis, die echt de handschoen oppakten en met elkaar hebben gezet. En dan gaan hierbij aan meewerken. En een van de, het lijken simpele kleine trucs, was, we weten allemaal dat natuurlijk de MSB's gefinancierd worden vanuit vroeger direct en nu vanuit een deel vanuit het ziekenhuis. En de verdeling binnen de MSB's gaat vaak over de Logic-cijfers. En dat heeft te maken met doe ik meer ten opzichte van mijn peer group, et cetera. Bij ons in het ziekenhuis heeft de vakgroep besloten, of de medisch specialisten, de federatie heeft besloten, om niet alleen maar naar productie en werklast te kijken, et cetera. Maar doe jij mee aan de initiatieven om onzinnige zorg te voorkomen? Dus doe je mee aan de zinnige zorg? En als een vakgroep gewoon minder meedeed, kreeg je een afslag op de verdeling, et cetera. Dus mensen werden ook financieel gestimuleerd. En daar is niks mis mee, hè? Dus als je goede innovatie wil doen, en we weten met z'n allen dat financiën toch een prikkel kan zijn, in de positieve of de negatieve zin, dan maak er dan gewoon dankbaar gebruik van. En doe dat dus ook. En weet je, en dan gaat het op een gegeven moment lopen. En wat je ook denkt, maar dat weet iedere specialist, en ik ben er helemaal geen één, maar Jan Kramer is er één. Vraag er een specialist aan het eind van zijn carrière. Niet in het midden van zijn carrière, als je nog dure studerende kinderen heeft en nog een hypotheek heeft. Maar vraag een cardioloog op zijn 65, misschien op zijn 62. God, als je nou je vak opnieuw zou mogen doen, hè, hoe zou je het anders inrichten? Nou, reken maar dat hij zegt, weet je, 80% van die herhaalbezoeken op de poli, was wel aardig voor de vulling, maar dit was helemaal niet nuttig of nodig. Of zo. Dus je moet ook mensen stimuleren om in een veilige omgeving zelf het initiatief te laten nemen om hun werkwijze te veranderen. En dan kan er echt behoorlijk wat, en dat hebben we ook bewezen. En het verhaal van, ja, maar als je dan minder zorg bij ons in het ziekenhuis doet, verschuift het dan niet naar de andere lijnen, naar de eerste lijn, naar de onderzoeken wijzen uit dat dat helemaal niet het geval is. Dat zelfs daar meer tijd voor de patiënt genomen werd. En dat je daarmee door een goed gesprek met de patiënt ook gewoon onzinnige ingrepen kan voorkomen. Dus nou ja, zo hebben wij dat gedaan. Ik heb wel één stelling op jouw vraag van, goh, waarom lukt het andere huizen niet? Kijk even heel erg goed ook naar de contractvorm. Als je nog een basis P-Q contract hebt, prijs maal afspraak, dat is geen werkwijze waarin je mensen stimuleert om daar maar wat minder te gaan doen. Weet je? Dus ik denk dat de vorm van contractering niet het doel op zich is, maar wel enorm stimulerend en ondersteunend kan werken om die beweging te starten. Ja, want wat je trouwens vertelt over die prikkels, hè? Dus dat jullie deels innovatieprikkels hebben ingebouwd in plaats van productieprikkels voor de medisch specialisten, om het maar even zo samen te vatten. Hoeveel telefoontjes van andere ziekenhuizen heb je al gekregen met de vraag, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Want dat zou ik nou echt iets vinden waarvan iedereen dat moet willen. Nou, of ik nou letterlijk telefoontjes heb gehad, is niet zo relevant. Maar mensen zijn wel zeker geïnteresseerd. Dus als wij wel eens een seminar in de oude tijd of een congres organiseerden, dan zijn er altijd wel veel mensen geïnteresseerd. Zeker de mensen vanuit het Zinnige Zorgnetwerk. Bijvoorbeeld, weet je, als voorbeeld nu, iedereen weet de defusering van Hagen ziekenhuizen, blijft Zoetermeer, blijft over, hè? Nou, dat is best wel een klein kwetsbaar ziekenhuis, die hebben in hun strategieontwikkeling de voorzitter van mijn medische staf uitgenodigd om mee te denken over, jeetje mina, wat moeten wij nou doen en hoe zouden we dat dan slimmer en handiger kunnen doen? Dus ik denk daar waar de urgentie hoger wordt, de behoefte er hoger is, dan dat men doorkappelt in datgene doen wat men de afgelopen jaren al deed. Maar Jaap en Michiel, het is ook wel relevant, want
Het is niet zomaar, jij zei het al een beetje, hè? Een contract neerzetten en de prikkels goed neerzetten. Het is volgens mij ook iedere dag hard werken. Hè? Want je probeert echt een manier van werken te veranderen in het hele huis. Ja, of dat nou een GGZ-instelling is, of een VVT-instelling, of een huisartsenpraktijk, hè, waar we ook dit soort contracten hebben afgesloten en dit soort samenwerkingsverbanden hebben gemaakt. Het is voor jullie als bestuurder en als staf en dokters ook echt hard werken om iedereen mee te krijgen en telkens te zoeken naar hoe kan het wel. Terwijl het soms veel lekkerder is om te zeggen, nou, dit lukt niet, we stoppen ermee. Ja, het is echt ook wel met de poten in de modder en kijken hoe krijg je die draai voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen, we hebben er impliciet al een beetje naar verwezen, wat uit het onderzoek dat vlak voor de zomer verscheen van het CPB en IQ Healthcare natuurlijk. En daar hadden ze het ook over een aantal randvoorwaarden, hè, die een goede omgeving creëren eigenlijk voor die innovatie. Dat ging deels over cultuurverandering, maar het ging ook over contractvormen die afwijken van wat we tot nu toe gewend zijn. En zo waren daar nog wel wat meer elementen. Eens even kijken, ik heb in de chat geen actuele vraag op dit moment aan jullie. Ik wilde eigenlijk nog een volgende gast introduceren, David Ikersheim van KPMG Health. Sorry, ja, er was nog één vraag van Pascal de Winkel die iets vraagt of de kennis bij de gemeente is wel voldoende. Je hebt helemaal gelijk, ja. Ja. Dus misschien was hij niet meer actueel omdat hij 6 minuten geleden was, maar hij ging wel over ons onderwerp. Er was bij mij het beeld verdwenen, maar graag een antwoord op die vraag. Aan wie zou die gesteld worden? Ja, hoe is jullie ervaring daarmee? Want je noemde zelf als voorbeeld dat er in de regio echt gekeken wordt naar wat er nodig is. En dat als je pragmatisch kijkt, dat ook best veel mogelijk is. Maar is het lastig om die samenwerking in dat gesprek met gemeente op gang te krijgen? Nou, to be honest, zijn we er ook pas net. Er waren natuurlijk allerlei transformatietafels en er waren allerlei soorten gesprekken. Maar misschien ook wel door de corona. Toch rond zorg weer een veel directer contact met de gemeente. En we zijn nu een tafel aan het oprichten met een wethouder zorg, een wethouder wonen en met ons huis om echt te kijken, jongens, hoe kunnen we elkaar nou versterken en verbeteren. En dat gaat ook dus heel erg over WLZ, hè? De vorm van flexibel wonen tussen zo lang mogelijk thuis, vervolgens zo lang mogelijk in eigen regie in een tussenvorm en pas later echt intramuraal. Nou, dat vraagt een hele opgave van de gemeente en van ons. Van hoe ontwikkel je dat en hoe doe je dat? Maar ook kleine dingen, zoals een consultatiebureau voor ouderen. Wat we bijvoorbeeld in Leerdam wel weer hebben draaien, maar nog niet in Gorinchem hebben draaien. Nou, en dan weer samen met de huisarts waar we dat goed kunnen doen. Dus ik heb altijd zoiets van, er hoeft niet zo heel veel kennis per definitie daar te zitten. Als er maar mensen geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn, dan schuiven wij de kennis wel naar binnen waar dat voor nodig is, zal ik maar zeggen. En ik denk dat het verbinden tussen, weet je, wij deden vroeger ook WMO, hè, en toen dat helemaal uitgekleed werd, dacht ik, ja, weet je, we zijn daar niet van. Maar daar waar wij pas cliënten en patiënten leren kennen als er al een zorgvraag is, weet je, kan je natuurlijk zorg voorkomen al veel eerder in het sociale domein. Nou, zorgen voor dat je dan ook al een beetje meedoet. Zodat je voorkomen is altijd beter dan bestrijden. Zodat je veel eerder al resultaat gaat halen. Dus het is ook een kwestie van netwerk, elkaar ontmoeten en regelmatig met elkaar rond de tafel gaan zitten. Rond wel de opgaves die je samen ziet. Ja. Dus ik ben niet negatief over de kennisachterstand of daar. Nee, ik ben niet negatief over. Ja. Jeen van Heijem die stelt in de chat nog een andere vraag over mogelijke beperkingen voor innovatie of de zorg organiseren of de zinnige zorg leveren. Hij is trouwens, ik denk dat het een hij is van de Nederlandse Zorgautoriteit, zag ik. En hij vraagt of er in regelgeving en toezicht nog beperkingen zijn om die innovatie echt mogelijk te maken. Nou, als je kijkt naar de ZVW in relatie tot bijvoorbeeld de WMO, dus aan de gemeentelijke kant, dan is er best heel veel mogelijk. Hè? Als je alle twee de wil hebt om, en wat Michiel zo mooi zegt, de nieuwsgierigheid om er echt te zoeken naar betere oplossingen, dan kan er heel veel. Als je het hebt over investeringen vanuit de wet langdurige zorg, bijvoorbeeld in het gemeentelijke domein. Hè? We hebben zo'n project lopen in Den Bosch, waarbij we proberen mensen met dementie, juist via sociale netwerken rondom die mensen, beter te helpen dan ze telkens in dat medisch circuit te trekken. Nou, dat vraagt eigenlijk een investering. En de revenuen vallen in de langdurige zorg, want die mensen stromen, zoals het er nu laat aanzien, en dat is wat we aan het toetsen zijn, 6 tot 8 maanden later de wet langdurige zorg in. Nou, je kunt je voorstellen dat dat echt miljoenen op zou leveren, terwijl die mensen gewoon in hun eigen context veel langer met hun klacht door kunnen.
Nou, dat vraagt dan investering vanuit de WLZ in het gemeentelijk domein. Ja, dat is nog best wel complex. Hè. Dus met name vanuit WLZ in het gemeentelijk domein van de ZVW, dat is lastig. Maar ZVW, WMO en vice versa, dat gaat eigenlijk vrij aardig. Dus voor die laatste stap, die nu nog lastig gaat, zijn we telkens in overleg met VWS en soms ook inderdaad met de NZA over wat mag dan en onder welke voorwaarden. Want op het moment dat er heel veel voorwaarden aan vast worden geplakt, dan is een experiment heel moeilijk. Anderzijds, een experiment moet je wel goed kunnen doormeten, want anders dan ben je eigenlijk een beetje aan het gokken naar de effecten. En dat willen we ook niet met elkaar. Ja, oké, dan ga ik een beetje toevoegen. Ja. Regelgeving, en dat kost echt veel tijd en energie, is... weet je, verzekeraars zijn in de markt gezet als dat ze met elkaar moeten concurreren. Maar tegelijkertijd, zeker in een kleine regio als het onze, heb je wel echt... Ik kan geen onderscheid maken tussen patiënt A bij verzekeraar VGZ en patiënt B bij verzekeraar, noem maar willekeurige andere. Dus proberen met elkaar, zonder prijsafspraken te maken, maar wel met elkaar een aanpak te verzinnen waar iedereen achter staat. Hè? We noemen het congruentie, et cetera. Ik ben wel jaloers op die huizen die zeggen, joh, ik heb één dominante verzekeraar en die heeft 70%. Weet je? Dus wij moeten zeker met 4 grote partijen continu om de tafel om dat gezamenlijk te doen. Ik zeg niet dat ik daar meteen een oplossing voor heb, maar dat is in de huidige regelgeving, huidige stelsel, is dat wel op zijn minst een uitdaging. Ja. Helder. Nou, ik ga toch even een bruggetje maken naar David Ikkesheim, die we gevraagd hebben om ook een beetje te reflecteren op jullie enthousiaste verhalen en misschien ook op de inleiding van Daniel van Vuren. Goedenavond David Ikkesheim, je bent van KPMG Health. Jullie bekijken altijd van een afstand wat er gebeurt in de zorg, maar jullie staan soms ook met je poten in de klei bij ziekenhuizen bijvoorbeeld. Als je nu hoort vertellen over de beweging van zinnige zorg en wat er binnen het stelsel al mogelijk is aan het beheersen van kosten bij behoud van kwaliteit en toegankelijkheid, ben je ook zo enthousiast of heb je nog kanttekeningen? Dankjewel voor de uitnodiging, Jaap. Misschien begin ik even bij Daniel van Vuren van de Argumentenfabriek over het onderzoek. Ik denk dat het een mooi onderzoek is, dat mooi ook zo objectief mogelijk als het kan de trends in kaart brengt. Ik denk dat, zoals Daniel zelf ook zegt, causaliteit versus correlatie altijd dan lastig is in deze. Maar ik denk dat er toch wel degelijk aanwijzingen zijn dat het stelsel in de ZVW heel behoorlijk functioneert. Ik heb ook het paper in het ESB gelezen. En ik vond de connotatie rondom de hoofdlijnenakkoorden wel wat optimistisch. Jullie schrijven dat het nog niet helemaal duidelijk is in welke mate het hoofdlijnenakkoord al dan niet bijgedragen heeft aan kostenbeheersing. Terwijl als ik met klanten en mensen in het veld spreek, dan dat toch wel in ieder geval destijds rond 2012 ervaren is als een deksel op de groei. En dat ik denk dat door de tussen aanhalingstekens tegenstanders van het stelsel destijds in ieder geval gezegd werd, ja, zie je wel, er is toch een soort van overheidssturing nodig om de groei in de greep te houden. Dus ik zou dat leuk vinden als je daarop reflecteert, Daniel. En een ander gerelateerd iets wat ook in 2012 voorkomt, maar wat ik niet in de presentatie nog ook in het ESB-stuk las, wat in 2012 gebeurd is de afschaffing van de macro-na-calculatie en de introductie van flankerend beleid. Met als gevolg de grotere risicodragendheid van de zorgverzekeraars. Waardoor sommige gezondheidseconomen zeggen, ja, eigenlijk is het hele stelsel pas in 2012 gaan functioneren. Want tot die tijd was er de facto nauwelijks risico voor de zorgverzekeraars. Dus vind je het gek dat de kosten zo hard opliepen in 2006 tot 2011-12. Dus dat zijn eigenlijk twee observaties van mijn kant, waar ik graag nog Daniel over zou willen horen. Nogmaals complimenten voor het onderzoek. Eens even kijken of Daniel zich geroepen gevoeld letterlijk en figuurlijk om te reageren. Is de microfoon staat nog uit, volgens mij? Ja, daar ben ik weer. Ja. Dank David voor jouw opmerkingen. Er zijn er twee waar je om een reactie vraagt. Dat gaat om het hoofdlijnakkoord en ten tweede de afschaffing van de macro-na-calculatie in 2012. Om te beginnen bij het hoofdlijnakkoord.
Eigenlijk onderscheiden wij daar drie effecten. Dus je noemt zelf al het zeg maar, plafond-effect. Voorkomen dat de uitgaven hoger worden. Maar je kan ook het omgekeerde effect hebben. Doordat je een plafond definieert, kan het ook zijn dat, dat je tot aan dat plafond opvulling krijgt, als het ware. Dat die kosten worden gemaakt. En een derde, wat ook wel genoemd wordt, is dat het plafond wat in het hoofdlijnakkoord wordt genoemd, dat dat misschien eerder een afgeleide is van wat je in het verleden hebt waargenomen, dan dat het echt een nieuwe norm stelt. Dus dan kan je ook afvragen van in hoeverre is dat effectief. Maar ik denk wel dat er aanwijzingen zijn dat de hoofdlijnakkoorden positief kaderstellend hebben gewerkt. Dus er zijn zeker wel positieve effecten van. Maar die andere effecten vallen nog niet helemaal uit te sluiten. Dus daarom hebben we ons in het ESB-artikel een beetje op de vlakte gehouden. Over de daadwerkelijke effectiviteit van die hoofdlijnakkoorden. Ik denk dat het goed is als daar nog wat nader onderzoek op zou plaatsvinden. Dus dat wat betreft die hoofdlijnakkoorden. Wat betreft de afschaffing van de macronatalculatie, dat is iets waar we niet heel specifiek naar hebben gekeken. Als je naar de ontwikkelingen door de tijd kijkt, dan is er wel de suggestie dat het iets heeft gedaan. En want je ziet van 2006 tot 2012 minder actie aan de uitgavenkant in ieder geval. En vanaf 2012 zie je ook als je kijkt naar de ranglijst, dat Nederland vanaf dan ineens steeds beter lijkt te gaan presteren, internationaal gezien ook. Dus er is al, als je naar de data kijkt, wel degelijk de suggestie dat het iets heeft gedaan. Maar wij hebben dat in ons rapport niet causaal proberen te identificeren. Dus dat zou ook nader onderzoek vergen. Ja. Maar vind je het een plausibele verklaring? Of zeker, durf je niet zeker te ver te gaan? Ja, nee, als econoom geloof ik in prikkels. Dus zeker een plausibele verklaring. Ja. Jaap, mag ik nog iets zeggen over die hoofdlijnakkoorden? Zeker, ja. Ik schreef het al in de chat. Ik denk dat beide wel het geval is geweest, David. Wij hebben op sommige plekken echt last gehad van die hoofdlijnakkoorden. Bernhoven en Rivas, dat heb je kunnen lezen in het CPB-rapport, presteerden ruim onder die hoofdlijnakkoorden. En dat gold ook voor ons hele alliantienetwerk. En wij kregen soms echt wel de discussie, ja, maar de rest van de markt lijkt qua volume te bewegen en beschouwt het hoofdlijnakkoord als een soort recht. Van nou, dat is een soort zekerheidje. En wij zijn hier aan het innoveren. Zijn wij niet zometeen de malle pietjes van de sector? Ja, dus wij hebben echt wel met die koplopers de discussie gehad over, ja, maar hoe kun je nou een stelsel en innovaties ontdekken als simpelweg naar een hoofdlijnakkoord toewerken wordt beloond met een hoofdlijnakkoord? Ja, dus we hebben, maar aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, soms was het ook fijn dat het deksel er was, als je er echt niet uit kwam, want dan kon je daar natuurlijk op terugvallen. Als je kijkt naar onze innovatoren, ja, dan hebben die niet een belang bij de rest van de sector die op een groeilijn van 1,5% gewoon zijn ding blijft doen. Innovaties krijg je door mensen die het beter willen doen dan het hoofdlijnakkoord. Ja, dankjewel Mario en dankjewel Daniel. Voor mij betreft hele herkenbare antwoorden ook. En ook wel het neigen of in ieder geval een soort richtsnoer hebben van de groei van het hoofdlijnakkoord. Ook zoals bijvoorbeeld terwijl de andere partijen zoals Bernhoven en Rivas daaronder zitten. Dat herken ik ook wel. Ik denk alleen als je terugkijkt naar de tijd in 2011-12, toen zaten we nog eigenlijk in de dubbele dip. En ik weet toen nog dat vooral financiën ook toch wel toenemend ongerust werd over het gebrek aan kostenbeheersing in de zorg. Ook gelet op het noemereffect, zoals jij dat aangaf. En ik heb destijds, heb ik wel ervaren dat het in ieder geval echt een andere mindset tot gevolg had. En ook de introductie van budgetplafonds in de contractering, die tot op heden toch toen vaak PMLQ met open einde financiering waren. Dus ik denk dat het destijds in 2011-12 zeker wel een remmend effect heeft gehad. Maar dat het misschien over tijd meer en meer ook wel een richtsnoer geworden is van een soort minimale groei. Dus ik kan me voorstellen, zoals jij ook suggereert, dat dat nog wel eens interessant is om uit te pluizen hoe ook dat
hoofdlijnenakkoord over tijd misschien ook een andere rol opwaarts of neerwaarts heeft gehad. En dat het wellicht ook erg afhangt van welk percentage je kiest. In welke mate je aan nog wat ruimte laat om in de sector, maar ook verzekeraars tegen elkaar te laten concurreren. Maar B ook wat het voor psychologisch effect heeft aan de onderhandelingstafel. En als gezondheidseconoom zelf zou ik ook nog wel eens het hoofdlijnenakkoord versus de macro-macro-calculatie uit elkaar gerafeld willen zien, voor zover dat mogelijk is. Want ik denk dat dat nog eigenlijk ook in Den Haag een onderschat fenomeen is. En dat eigenlijk iets is waar we nog veel beter zouden moeten willen begrijpen hoe dat eigenlijk in 2006 tot 2011 de stelselontwikkeling geremd heeft. Omdat dat ons mogelijk ook in de toekomst verder kan helpen. Ik denk dat je daar echt wel, ik deel dat wel wat je zegt, David. Beide observaties. En kun je dat proberen, David, nog eens wat concreter te maken? Wat denk je dat het echte verschil is, zeg maar, sinds 2012? Wat voor andere effecten zie je sindsdien optreden? Misschien twee dingen even uit elkaar halen. Het hoofdlijnenakkoord en de macro-macro-calculatie. Mijn beeld is, en dat is enigszins anekdotisch op basis van de verschillende zorginkooptrajecten die ik destijds deed bij verschillende verzekeraars, dat in de periode 2010 tot 2014 de hoofdlijnenakkoorden echt een dempend effect destijds hadden. Omdat er eigenlijk mede onder druk van Den Haag en de politiek eigenlijk veel meer werk gemaakt is van kostenbeheersing. Door tamelijk simpele maatregelen in contractering rondom plafonds. Terwijl die vaak in de periode 2006 tot 2011-12 nog met open einde PMLQ financiering ging. Ook als je kijkt naar de aantallen electieve ingrepen. Neem bijvoorbeeld de cataract aantallen. Dan zag je dat ongelooflijk hard stijgen in de periode 2006 tot 2011. En dan zie je daarna gewoon echt een afvlakking. Wat ook suggereert dat die plafonds in de contracten daar een rem op gezet hebben. En ik denk, maar goed, het is bijna meer, het is moeilijk om dat helemaal spijkerhard te maken, maar meer op basis van de gesprekken destijds in de sector, vond ik wel dat het signaal vanuit Den Haag van die hoofdlijnenakkoorden wel een effect heeft gehad aan aan de onderhandelingstafels. Waarbij ik de laatste jaren eigenlijk iets meer herken dat het misschien als een richtsnoer gezien wordt voor soms extra groei. Dus het kan denk ik ook over tijd een andere werking hebben. En ik denk dat daarmee ook hoe je het aftrimt, dus hoe je dat percentage neerzet, erg belangrijk is voor het effect wat het hoofdlijnenakkoord heeft. En ten aanzien van de macro-nacalculatie denk ik dat dat zo mogelijk nog een veel groter effect heeft gehad, omdat destijds toch het sentiment was door de macro-nacalculatie dat het risico tamelijk beperkt was. Ik had hier in de aanloop hierna ook nog eens even wat Google-werk gedaan, onder andere van een eigen rapport van de evaluatie van de afschaffing van de macro-nacalculatie in 2014, maar ook uitingen van verzekeraars en ZN in de aanloop en het Centraal Planbureau in de aanloop naar de afschaffing van de macro-nacalculatie, dat er toch ook wel veel hoger op de bestuursagenda rond die tijd bijvoorbeeld kwam, we hebben echt inzicht nodig in die kosten. Dus bijvoorbeeld wat meer advanced data and analytics, los van dat de technologie ook natuurlijk ook steeds beter werd over de jaren, maar is pas in 2019-11, toen die macro-nacalculatie afschaf in zicht kwam, echt hoger op de agenda gekomen. Zodat de verzekeraars beter inzicht kregen in wat voor kosten er daadwerkelijk gemaakt werden en de benchmarks gemaakt konden worden en dat soort dingen. Ja, en er was, je zou je kunnen afvragen waarom dat niet al in 2006, 2007, 2008 ook gebeurde. Nou, ik kan natuurlijk zeggen dat heeft tijd aanloop nodig om ook die capabilities te ontwikkelen. En iedereen was aan het leren. Nou, dat is denk ik ook een deel van de verklaring. Maar ik denk dat het vooruitzicht van meer risicodragendheid daar ook zeker bij heeft bijgedragen. En ik denk ook dat als je dan reflecteert op een van de makkers van de langdurige zorg, is dat eigenlijk het complete gebrek aan risicodragendheid van de betaler daar. Omdat uiteindelijk toch een heel kort lijntje met de Rijksbegroting heeft. Het heel lastig maakt en ook het heel gevoelig maakt voor beleidsimpulsen. Soms zelfs ongewenst. Kijk nu bijvoorbeeld naar de 2 miljard in de ouderenzorg die er in het begin van deze kabinetsperiode ingelopen is. Waarbij in ieder geval sommige mensen in Den Haag dat als een
niet zo heel bewust besluit hebben ervaren. Dat is toch ook wel... Het woord bedrijfsongeval is al wel gevallen hoor, volgens mij. Wat zeg je, ja? Het woord bedrijfsongeval is al wel gevallen, toch? Ja, ik was aan het zoeken naar een woord wat de lading dekte. Dit is jouw lezing ervan. Maar... en dat heb je ook minder in een iets meer privaat stelsel. Ik heb zelf ook 2 jaar in de NHS gewerkt in Londen. En daar zie je gewoon ook permanent dat het parlement een hele directe invloed heeft op de uitgavensfeer. Omhoog ook als het beleid verkeerd afgesteld wordt. Dus ik denk, nou ja, ten aanzien van die 2 punten, dat nog wel... wat meer onderzoek en duiding zou verdienen. En vooral die afschaffing van de macro-na-calculatie, denk ik dat het nog een onderbelicht thema is in deze discussie. Ja, dat is het gedeelte terugkijken. Maar het gedeelte vooruitkijken is misschien ook wel interessant. Want waar we het hier hebben over de hoofdlijnakkoorden, hoor ik je eigenlijk zeggen dat er ook een kans is dat er wel meer kosten bespaard hadden kunnen worden als er grotere ambities waren geweest in het beperken daarvan. En Mario die noemde al dat een aantal van onze alliantiepartners ook laten zien dat er meer mogelijk is als je echt een innovatieve cultuur hebt in je organisatie. Wat verwacht je dat er mogelijk is, hè, als we al die ervaring van de afgelopen jaren bij elkaar optellen, bij de hoofdlijnakkoorden van de komende jaren? Hogere percentages krimp? Ja, nou, ik denk dat dus best wel een dun lijntje is waarop je loopt. Want als je te krap afstelt, dan ben je de facto landelijk aan het budgetteren. Want dan kunnen eigenlijk verzekeraars niks anders doen dan heel hard duwen op de hoofdlijnenlijn. En dan ben je eigenlijk de facto landelijk aan het budgetteren. En haal je ook mogelijk de innovatie helemaal uit het systeem. Maar ik denk wel goed nadenken over dat percentage is belangrijk. Zodat je wel de druk op de sector zet. Maar tegelijkertijd wel ook ruimte voor innovatie en investeringen ook mogelijk maakt. Want ik denk zeker ook aan de aanbiederkant zijn investeringen nodig. Ik denk als je vooruit kijkt dat het nadenken over integraliteit in een zorgstelsel ook belangrijk is. Ik denk zelf wat een logische stap in de volgende kabinetsperiode zou kunnen zijn. Om de ouderenzorg naar de ZVW te brengen. Maar dat ligt erg politiek en ik weet helemaal niet hoe dat uitpakt, maar puur vanuit gezondheidseconomische blik en om de silo's te verminderen zou dat wel een iets zijn wat te overwegen valt. Mag ik daar een verhelderende vraag over stellen, want volgens mij noemde Michiel van Rozen, nou, het kan ook een van de andere sprekers geweest zijn, noemde al een deel van het, ik denk van het overhevelen van een deel van de langdurige zorg naar de zorgverzekeringswet, maar dan met name de zorg thuis. Hè? Dus niet zozeer in instellingen, maar de zorg thuis. Zou je dat een logische tussenstap vinden? Of zeg je eigenlijk zou die hele langdurige ouderenzorg over moeten naar de zorgverzekeringswet? Nou ja, kijk. Het is wel een operatie, maar ik zou proberen het in integraal en met enige substantie te doen. Omdat iedere transitie ook weer met kosten gepaard gaat. Maar ja, als je meer voorstander bent van een kleine stap, kan ik me ook voorstellen dat je de suggestie van Michiel volgt. Ik zelf zie nog gewoon zowel in de inkoop, maar ook in de dagelijkse praktijk, in je eigen omgeving, dat als mensen zorg ontvangen vanuit verschillende financieringskaders, dat het gewoon lastiger is om zaken op elkaar af te stemmen. Dus ik denk dat wel een stap kan zijn om het verder te verbeteren. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Oh, sorry, Michiel van Roosendaal. Dankjewel. Het klopt, hè? Misschien is het ook alweer pragmatisme. Dus in de commissie Bos hebben we wel iets fundamenteels gezegd dat je misschien wel zou moeten overwegen om het stelsel wel aan te passen. Maar we hebben natuurlijk ook geconstateerd, als je dat gaat doen, weet je, hoe groot is nou werkelijk de problematiek en is het je een paar jaar navelstaren waard, et cetera, zegt van niet. Maar begin dan in ieder geval met die voor ons onlogische knip voor ouderen, zeker niet begrijpelijk van VPT, NPT, begin daar dan gewoon mee. Iets anders misschien wel als een soort toevoeging op jouw eerdere stelling van hoofdlijnenakkoord en iets van concurrentie en scherpte. Je zou ook in de WLZ kunnen kijken, mag er nog iets meer gedifferentieerd worden in tarivering? Hè? Dus mag je je tarivering gebruiken om partijen te stimuleren om dingen slimmer, handiger te doen? Of misschien wel te straffen als ze dingen wat minder handig doen? Dus kan wat best gewoon vanuit een gereguleerde markt en niet vanuit concurrentie best ingezet zou kunnen worden. Wat vind je daarvan, David?
Nee, ik kan dat goed volgen. Ik denk ook dat ik heb het rapport van Bos ook gelezen. Ik denk dat daar veel verstandige dingen in staan. En ik kan me ook vinden in de lijn dat laten we eerst de meest urgente zaken oppakken. Ik ben het ook met je eens dat je dat mogelijk in het WLZ-kader zou kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld langs de route van de tarivering, zoals je die suggereert. Ik denk wel dat je dan moet nadenken over de risicodragendheid. Dus dan zou je toch moeten nadenken over hoe je zorgkantoren meer zou kunnen prikkelen om dit gedrag te gaan vertonen. Want de facto is het best complex. En vanuit de puur economische theorie ga je dat niet doen als er niet enige mate van risico is als je het niet doet. Dus daar zou je dan toch wel naar moeten kijken. En dan denk ik dat als je zou moeten gaan nadenken over hoe je risicodragendheid aan de zorgkantoorkant moet introduceren versus het overhevelen naar de ZVW waar je dat al geregeld hebt, dat je dan nog wel eens zou kunnen uitkomen dat overhevelen toch eenvoudiger is dan de risicodragendheid in de WLZ te gaan organiseren. Ik begrijp wat je zegt, ja. Mario, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik start eigenlijk met waar Michiel volgens mij het ook over had. Ik zou echt vooral willen focussen op die innovatie. En ik merk dat ik de stelseldiscussies, dan maak ik me altijd zo'n zorgen dat het ons afleidt van de daadwerkelijke problemen. Want je bent daar echt wel een paar jaar mee bezig voordat de rimpelingen er weer uit zijn, de data weer vergelijkbaar is, iedereen weer precies weet wat nou zijn nieuwe rol in de governance is. Ja, en je verliest daar gewoon tijd mee. En dat vind ik het jammere van die discussies. Ik denk wel dat het zo is dat die risicodragendheid wel degelijk impact heeft. En daarmee, ja, dat is natuurlijk die vorm van marktwerking, hè, waarbij het ook echt zeer doet voor ons als verzekeraar. Als we geen goede zorg inkopen, want dan lopen onze verzekerden weg. Of als we veel te dure zorg inkopen, want dan lopen onze verzekerden ook weg, want dan wordt onze premie te hoog. En als we het niet goed genoeg met elkaar afspreken, dan gaan we de biedenbrug op met onze risicodragendheid. Dus in die zin heeft dat ook wel echt gezorgd voor goed, kort op de bal, klantgericht aan de slag en samen ontdekken wat je voor elkaar krijgt. Maar enige voor, als je dan zegt, ik wil in die stelsels niet te veel bewegen, maar ik wil wel wat prikkels inbrengen, dan is het wel slim om daar goed over na te denken. Want het feit dat daar wat beweging in nodig is. En niet alleen bij de zorgkantoren, maar ook bij de aanbieders in die hoek. Dan is die innovatie daar gewoon nodig. En dan heb je daar koplopers nodig. En dan moet het aantrekkelijk zijn om koploper te zijn. En dan moet er dus ook iets te winnen zijn. En dat is dan nu te weinig. Het is een ingewikkeld speelveld, hè, op dit moment. Want voorjaar is natuurlijk een nieuw inkoopkader voor de langdurige zorg gekomen. En de aanbieders die daarmee te maken krijgen, die maken daar ernstig bezwaar juist tegen het feit dat er meer gedifferentieerd wordt en dat, dat er gekeken wordt naar innovatie en het beter doen dan de ander. In hoeverre zou dan zo'n stelselwijziging of het overhevelen van een deel niet dat wel teweeg brengen, waar er nu vooral geruzied wordt over de richting? Nou, het feit dat je dat daar dus ander soort prikkels of een vorm van risicodragendheid in zo'n WLZ of in de WMO, hè, want ook investeren in het gemeentelijk domein om instroom in de WLZ te voorkomen, zou best het wordt ook gesuggereerd in het rapport van de commissie Bos, zou best kunnen bijdragen aan het investeren op die plekken waar die zorg ook echt een investering nodig heeft. Hè. Dus we moeten echt op zoek naar hoe krijgen we dat voor elkaar zonder ons vooral te focussen op stelselaanpassingen? Maar ik ben het wel met David eens, als je het opnieuw zou moeten ontwerpen, zou je er misschien net iets anders naar kijken. Alleen we zitten in een setting waarin we zitten. En dan leidt het soms ook wel gewoon af. Wat je wel mooi ziet in die discussie die je nu naar aanleiding van die tarivering loskomt, is dat het in die sector dus ook echt heel lastig is om op het gebied van efficiëntie en effectiviteit slagen te maken. De eerste reflex is dat daar enorm veel bezwaren worden ingediend. En je voelt de politieke druk aankomen. En dat maakt het gewoon heel lastig om daar te innoveren. Want als daar straks via de Kamer op bevraagd gaat worden, ja, wat gaat er dan gebeuren? En wat is dan de positie van de zorgkantoren? Gegeven het feit dat ze niet risicodrager zijn. Waarom zouden zij dan enorme discussies gaan uitlokken in hun eigen regio. Dus je ziet door het
onderdeel te maken van overheid en centrale sturing, maak je het ook kwetsbaar om daadwerkelijk beweging voor elkaar te krijgen. Want die beweging krijg je niet zonder dat er mensen chagrijnig zijn over die beweging. En dat betekent dus ook dat je moet kunnen blijven staan als er wat tegengas komt. En dat is bij een onderdeel van langdurige zorg die door de overheid wordt ingeregeld aangestuurd, gewoon heel erg lastig. Ja, wat dat eigenlijk nog extra ingewikkeld maakt, realiseer ik me nu. Daar kan Michiel van Roosendaal misschien ook nog iets over zeggen. Deels gaat het over dezelfde aanbieders, hè, die voor een deel contracten sluiten met de zorgkantoren en voor een deel met zorgverzekeraars. En die hebben dus met heel andere soorten geprikkels en soorten afspraken te maken. Dat maakt het niet makkelijker. Nou, volgens mij zijn er helemaal niet zoveel organisaties in Nederland die een breed palet hebben. Hè? Dus natuurlijk zijn er wel een aantal, maar er zijn maar 4 of 5 organisaties in Nederland die zowel ziekenhuiszorg doen als wijkverpleging als verpleeghuizen. Nee, maar ik heb het met name over thuiszorgorganisaties die zowel langdurige zorg leveren aan WOZ-klanten als wijkverpleging aan mensen die in de ZVW zitten. Ja. Ja, nee, ik dacht even dat je dan de breedte van een ziekenhuis hoor. Nee, het is zo, dat weet ik niet. Dus wij doen alle drie. Mm-hmm. Nou ja, weet je, dat is omdat het verschillende financieringstromen zijn. Sorry. Omdat het verschillende financieringstromen zijn, is dat complexer, zal ik maar zeggen. Maar goed, weet je, kijk even naar onze regio. En ik weet wel dat een zorgkantoor de verlengde arm is van de overheid. Maar toevallig in onze regio wordt het zorgkantoor door dezelfde verzekeraar gerund als waar wij de ZVW mee doen. En dus als dingen elkaar in de weg zitten in het kader van kan je over stelsels heen innoveren of investeren, weet ik dat we altijd, mocht het elkaar in de weg zitten, kunnen we dat gesprek met elkaar voeren. Ik ben het wel een beetje met Mario eens, maar ik weet niet helemaal zeker of dat nou komt door de stelselwijziging, dat de mate van innovatie en nieuwsgierigheid of de mate van innoveren in de langdurige zorg echt van een andere orde is dan innoveren in de complexe ziekenhuiszorg en misschien ook wel innoveren in de wijkverpleging, waarin met monitoring op afstand, et cetera. Ik denk dat er iets, en misschien is dat ook wel mooi, hè, dus ik kan het ook anders labelen, de kwetsbare ouderen in de laatste fase van hun levensjaar, weet je, met veel aandacht vanuit de mensen die daar werken, daar is het ook echt complexer om hele sexy innovaties te vinden. Het is gewoon minder sexy, ook voor de aanbieders van grote innovatiedingen, et cetera. Daarmee zeg ik niet dat het niet kan, hè. Ik zeg alleen dat de start lastiger is. En wat heb je er dan voor nodig? En wat voor soort financiële prikkels heb je ervoor nodig om daarmee te beginnen? Even de discussie over de zorgkantoren en de ruzie die er nu is. Hè? En ook even in de vergelijkbaar. Ik verzin hem nu, hè, dus dank deze discussie. Toen wij begonnen met CAM, ons project met VGZ, was het niet meteen van u krijgt zoveel kwaliteit. Kwaliteit als medicijn. Hè? U krijgt niet zoveel procent minder. Nee, u krijgt een vaste aannemsom. Maar ik wil wel dat u een efficiëntieslag de komende jaren meeneemt. En daarmee zitten we nu onder het hoofdlijnenakkoord. Maar als je begint met de WLZ en je begint te zeggen iedereen krijgt 2% minder en je kan het misschien wel weer terugverdienen. Ja, weet je, je ziet de discussie en de rechtszaken. Ik zou bijna durven zeggen, dat is een valse start. Hè? Als je nou met elkaar begint van wat hebben we ervoor nodig en wat voor soort contract voor, heb je misschien wel een ander gesprek dan dat meteen iedereen met zijn handen in het haar zit en meteen in de vechthouding komt, zal ik maar zeggen. Daar zie je ook wel, je moet het inhoudelijk kunnen laden. Hè? Er is niks zo makkelijk als ergens een deksel op zetten, maar als je het pannetje gewoon op hoog gas laat staan, dan kookt het uiteindelijk gewoon over onder die deksel. Dus je moet echt aan de slag met inhoudelijke innovaties. En hoe krijg je die prikkels in de setting van de langdurige zorg. Dat is, vind ik echt wel een uitdaging. En dan over die innovaties. Ik vind dat je gelijk hebt. Hè? Ouderenzorg wil je het liefst waar dat nodig is ook echt persoonlijk laten zijn. Maar ik denk echt dat ook in die hoek op het gebied van domotica er ontzettend veel innovaties zijn die ook gewoon de verpleegkundigen kunnen ontlasten. En die laten we nu veel te veel liggen. Die komen de pilotfase nauwelijks voorbij. En dat is gewoon zonde, want daarmee houden we duurzaam denk ik niet overeind. En ik snap ook niet zo goed waarom we daar per se die prikkel nodig hebben om dat aan de gang te krijgen. Het verrast me iedere keer weer dat we daar eigenlijk te weinig aan doen. Nou, misschien moeten we, en ik zeg het wel zo hardop in ons huis, hè, citeer me niet, hè, is het feit dat we straks gaan aankijken tegen een groot tekort aan verpleegkundigen. Hè. Misschien is dat wel de blessing in disguise om ons eigen, dus ik praat over mijn eigen organisatie, echt aan het werk te zetten om iets te verzinnen dat we met mindere mensen, maar ook met minder mantelzorgers, et cetera, wel dezelfde kwaliteit van leven voor de laatste levensfase van onze ouders of ons, straks onszelf kunnen verzinnen. Dus misschien moet de urgentie nog wel hoger zijn vanuit het tekort, te verwachten tekort,
om echt met elkaar aan de slag te gaan. En kan altijd prikkels en financiële prikkels kan helpen. Maar misschien, en dat is misschien een stelling, is de urgentie nog niet groot genoeg? Of voelen we dat nog niet voldoende of zo? Dus, Wat denk jij, David, als jij dat zou moeten zeggen? Je kijkt er net iets van buiten tegenaan. Ik denk zelf toch dat de financiële noodzaak toch nog niet hoog genoeg is. Om daar echt mee aan de gang te gaan. Als je kijkt naar de laatste jaren in de WLZ, zijn de kosten behoorlijk gestegen. Als je kijkt naar de macro-trends, is die groeivoet enigszins verklaarbaar door de demografie. Maar in mindere mate door de technologie. Die is toch meer in de curatieve sector beland dan in de care setting. Dus ik denk dat daar echt met de beste bedoelingen, maar toch eigenlijk te veel geld heen gegaan is om daar echt innovatie aan te jagen. En dat denk ik dat je ook goed ziet in het stuk van de argumentenfabriek. Dat je daar ziet dat toch relatief. Dat ons stelsel daar relatief minder presteert dan aan de curatieve kant. En toch is het denk ik politiek weer heel lastig voor Partij in Den Haag. Omdat dan. Het is natuurlijk helemaal geen sexy verhaal met. Als je verkiezingsprogramma. Ja, we hebben een goed idee. We gaan risicodragendheid in de langdurige zorg introduceren. Nou, ik zie daar niet markten vol mee krijgen met nou ja, goed, dat is nu sowieso lastig in corona, maar daar krijg je niet heel veel stemmen mee. Dus het is, ja, een verkiezingsprogramma zijn. Ja, dus dat is het, dat werkt niet mee. Oké, ik kijk ook even een beetje naar de klok. We kunnen volgens mij nog heel lang doorpraten. Er zitten ook allerlei interessante bruggetjes in mijn hoofd, maar die ga ik allemaal niet meer nemen. Het woord verkiezingen is gevallen. En ik ga jullie de vier inleiders, zeg maar, overvallen met een vraag. Als jullie nou het komende regeerakkoord zouden mogen schrijven, dan een paragraaf over zorg. Welke afspraak zou daar dan in ieder geval in moeten staan? En dan begin ik bij David Ikkershuin. Ik zou dan toch die overheveling van de ouderenzorg erin zetten. En het andere is, ik zou ook kijken hoe je innovatie kan blijven stimuleren. En ik denk dat onder andere kan door wat we nu gezien hebben met onder andere de zielige zorg afspraken. Maar ik zou ook nadrukkelijk gaan kijken hoe je ook daadwerkelijk activiteitsvermindering kan combineren met kostendaling, omdat we nu best wel veel zinnige zorginitiatieven zien waar nog geen kostenreductie daadwerkelijk tegenover staat. Dus daar zou ik ook werk van maken, alhoewel ik niet zo goed zou weten hoe je dat in wet en regelgeving zou moeten vangen. Maar dat zou wel een van mijn speerpunten zijn aan de curatieve kant. Oké, okay. Giel van Roosendaal. Jeetje mina, ik moet er eentje kiezen en dan lijkt dan toch. Ik geloof dat we in Nederland echt voor de opgave staan om die grote woningvraag voor kwetsbare ouderen tussen thuis en het verpleeghuis in een sociale omgeving, dat we die echt met elkaar moeten stimuleren. En we hebben ook in de commissie Bos gezegd, goh, daar moet je de gemeentes echt meer op kunnen aanspreken. Je kan de zorg daar ook veel beter organiseren, misschien ook wel efficiënter, et cetera. Dus investeer in flexibele woonvormen. Dit komt natuurlijk wel langzaam van de hand. Er zijn een paar leuke voorbeelden, maar dat zijn eigenlijk ongeveer burgerinitiatieven. Volgens mij is dat veel te weinig om de toekomst aan te kunnen. Dus ik zou daar wat van vinden. Ja. Mooi. Daniel van Vuren, ik durf het bijna niet te vragen als onafhankelijk onderzoeker beschouwer, maar ik kan me zo voorstellen dat je toch ook wel een idee hebt over wat de politiek in ieder geval zou moeten afspreken. Dus pak de ruimte die je nu krijgt. Ja, toen ik nog bij het CPB werkte, had ik hier natuurlijk niks op kunnen antwoorden. Maar nu ik daar weg ben, durf ik wel heel voorzichtig iets te zeggen. Ik zou in ieder geval incentives wegnemen die ervoor zorgen dat budgetten uitgeput raken. Dus wat we net bij de HLA, de hoofdlijnenakkoorden, ook over hadden. Dus dat naar opvulling van het budget kan worden gezocht. Dus ik zou dus ziekenhuizen die
als zeg maar de budgetten niet uitgenut worden, dan moet er ook iets van een beloning tegenover staan. Ik denk dat dat soort incentives kan helpen om de uitgaven verder te reduceren. Mm-hmm. Oké, en tot slot eigenlijk twee vragen aan Mario Vissers. Maar om te beginnen, Mario, jouw vraag, als je het regeerakkoord zou mogen schrijven, wat moet er dan in ieder geval in de paragraaf over gezondheidszorg? Ja, ik zou er drie dingen opschrijven, denk ik. Het eerste ding wat ik op zou schrijven is dat ik het mogelijk zou willen maken om vanuit de WLZ in de andere domeinen te investeren. Om te zorgen dat mensen daadwerkelijk zo lang mogelijk in hun eigen context oud kunnen worden. Maar dan op een verantwoorde manier die ook nog betaalbaar is. Zodat je ook daar daadwerkelijk een beweging krijgt vanuit die langdurige zorg naar voren waar dat kan. En dan heb je ruimte voor de andere kant van de setting. Tweede wat ik op zou schrijven is, geef nou ruimte aan de innovatoren in de sector. En dat betekent eigenlijk dat je een beetje op je handen moet zitten. En dat is een beetje gek om op te schrijven. En ik kan me helemaal voorstellen dat een overheid die ook wat daadkracht heeft en ook de wil om het te verbeteren. Weet je, je hebt een stelsel waarin je ziet dat partijen het zelf willen verbeteren. En je moet op zoek naar hoe krijg ik dat gestimuleerd. In plaats van hoe stop ik dat in regels. Want daar zou je het wellicht mee dood kunnen slaan. Ten derde, ik vond het advies wat David gaf eigenlijk wel een heel mooi advies. Denk goed na over de functie van hoofdlijnakkoorden in deze tijd. Want overtime heeft iets wat hetzelfde heet, echt een andere rol gekregen. En dat kun je en moet je dus ook anders inzetten. En we doen nu net alsof de rol die het had en de impact die het had, dat het die voor de eeuwigheid heeft. Maar dat is hem niet zo. Want de spelers in het speelveld weten inmiddels wat de rol en de functie is van het hoofdlijnakkoord. En daarmee is de werking in de oude rol gewoon uitgewerkt. Maar wat is de nieuwe rol? En daar zou ik even goed over nadenken. En dat zou ik dan opschrijven in het regeerakkoord. Oké, en dan nog een andere. En dat is dan een echte slotvraag voor jou. Er zijn allerlei dingen langs gekomen met het vertrekpunt. Het rapport van de argumentenfabriek als vertrekpunt. Ongeacht de vraag wat er wel of niet in het regeerakkoord terechtkomt, heb jij voor VGZ ongetwijfeld ook dingen op het lijstje staan waarvan je zegt, dat leren wij hiervan, daarmee gaan we de komende tijd aan de slag. Welke dingen zijn dat? Nou, heel kort. Kijk, we horen een paar keer zeggen en we bevestigen dat zelf ook. We zouden in die langdurige zorg ook slagen moeten maken. En dat zou volgens mij wel onze opgave zijn. Om ook in die langdurige zorg. Want wij hebben een zorgkantoor en wij hebben een zorgverzekeraar. Dus als iemand het geleerde uit die zorgverzekeringswet zou moeten kunnen toepassen in de langdurige zorg, dan zijn we dat gewoon zelf. En ik denk dat die opgave moeten we met kracht op gaan pakken. En weet je, in de zorg zitten als je een beetje wil zoeken, zitten voldoende innovatoren. We weten inmiddels best wel een beetje hoe je dat gestimuleerd kan krijgen. Dat zou onze opgave moeten zijn, denk ik. Oké, dankjewel voor je antwoord. Dank jullie alle vier voor jullie creatieve ideeën voor het regeerakkoord. En überhaupt voor je bereidheid om hier een toelichting te geven en je eigen inzichten met ons te delen. Het grootste deel van de deelnemers aan het webinar is gewoon tot dit tijdstip blijven hangen. Dus dat zegt ook wel iets. Hartelijk dank voor jullie bereidheid om hier te zijn vanavond, digitaal. Begin volgende week doen we een korte samenvatting aan degene die zich hadden opgegeven en de mensen die niet konden deelnemen, maar wel interesse hadden. Voor dit moment iedereen bedankt voor bijdrage en aandacht. En wellicht tot de volgende keer. Bedankt en een goede avond.